klikken we aan. Fijn zo'n samenwerking. Dus het missen van balans, werk en privé. Het missen van direct contact met collega's. Ik vertaal dat maar even met het praatje bij de koffiezetautomaat. En dat brengt mij op de eerste tip. Ik ben even een beetje aan het rommelen met hoe ik mezelf zie. Ja. Dat brengt me ook gelijk op de eerste tip. En dat is houd werk en privé gescheiden. En dat is ook de beste tip die ik je kan geven. Want veel mensen die wellicht een gezin of een partner hebben die ook thuis werkt, die zullen wel merken dat het allemaal veel meer door elkaar heen loopt. Wat al helpt is een aparte werkplek. En dan hoor ik je misschien zeggen, nou, dat is niet helemaal haalbaar hier. Want ik heb ook plaatjes voorbij zien komen van gedeelde keukentafels. Eentje die op het bed zat te werken en de ander in de slaapkamer van een van de kinderen. Dus ik heb daar een heleboel variaties al op voorbij zien komen. Maar dat is wel een hele handige tip. Dus kijk waar je een aparte werkplek kunt creëren, waar je eigen spullen. Haast nog belangrijker is de tweede tip die ik je wil meegeven. En dat is besluit wanneer je wel of niet werkt. En dat is sowieso in de time management trainingen die ik voor IPV ook geef, ook iets wat heel veel terugkomt. Werk-privé balans is er een leerwens die ik heel veel tegenkom in trainingen. En mijn tip die ik aan je wil meegeven is besluit wanneer je wel of wanneer je niet werkt. En dat gaat je heel erg helpen in het creëren van rust. En maak echt een lunchpauze bijvoorbeeld. Of neem rond een uur of drie even een kwartiertje dat je echt even wegloopt van je computer. En dan kun je even mensen privé verder helpen. Even afhankelijk van je eigen situatie. Ga niet in je pyjama achter het werk zitten. Ben ik even heel benieuwd. Misschien wil je dat ook even in de chat delen. Wie kleedt zich netjes aan als die thuis zit? Marcel, zou jij weer even willen kijken? Zo snel zijn ze niet hoor. Ik denk dat ze even ik denk dat ze iets anders aan het aantrekken zijn. Ja, ja. Maar goed dat er geen beeld bij zit dan, hè? Ja, ja. Wie kleedt zich netjes aan? Eigenlijk zegt iedereen zo'n beetje dat hij zich er wel voor kleedt. Oh ja, ja. Ja, dus we hebben hier geen pyjama-zitters. Er is er eentje bij tot nu toe. Ja. Niks mis mee. Hey, ik had overigens in het vorige webinar wat ik gaf, was iemand die... kennen jullie die Albert Heijn reclame? Waar die jongen ineens opstaat en nog in zijn boxershort loopt. Deze meneer had net zoiets. Die had een overhemd aan met een stropdas en die had een joggingbroek eronder. En toen stond hij ineens op om even een map te pakken. En toen viel hij op die manier ook door de mand bij zijn collega's. Ja, die heeft zichzelf op een leuke manier even in de kijker gezet, denk ik. Maar die werkkleding, dat is ook bewezen dat als je echt werkt, kleedt zoals je naar je werk zou gaan, of ongeveer kleedt zoals je naar je werk zou gaan, dat je dan dus ook anders voelt. Dus nou ja, die heb ik toch maar even tussen mijn tips gezet. En dan wordt er ook nog wel veel gezegd dat men zich casual kleedt. Om dan ook wel gewoon prettig en relaxed erbij te zitten. Ja. En wilde je daar een vraag aan? Is casual dan hetzelfde als dat je dan naar je werk gaat? Hoe zie jij dat? Ja, ik denk dat het een beetje verschilt in de branche waar je werkt. Ik denk als je bij een bank werkt, dat het al heel casual is als je bij wijze van spreken een donkere spijkerbroek aan hebt. En bij sommige bedrijven, wat kleinere bedrijven, dat het misschien heel gangbaar is als je gewoon een overhemd en een spijkerbroek aan hebt. Dus casual zie ik niet als de joggingbroek parade, zal ik maar zeggen. Maar wel iets netjes gekleed, zeg maar. Oké. Okay. Een haalbare planning. Wie herkent dat... ik wou zeggen handen opsteken, maar die zie ik nou niet. Wie herkent als je... Oh. Ja, sorry.
klikte even te snel op mijn op mijn muis, omdat ik op iets anders zou drukken. Dat je een hele planning hebt gemaakt en dat die planning dan... aan het eind van de dag ben je wel heel druk geweest, maar is je planning niet gehaald. Wie herkent dat? Zou je dat ook eens in de chat willen zetten? Kan je er al iets over zeggen, Marcel? Ja, gemengd. De een herkent het, de andere niet zozeer. Er is ook iemand als Lisa die zegt van mijn planning was vaak al niet haalbaar en nu nog steeds niet. Dus, dus er verandert niet zoveel. Jack geeft aan dat hij een aantal vaste zaken plant, zodat hij ook nog ruimte houdt voor het losse zand. Oh, wat goed. Ja. Yeah. Ja, dat losse zand staat er niet bij, daar maak ik ervan. Ja. Jij denkt aan de pot met de knikkers. Precies. Kan ik me zo voorstellen, ja. Dus het wisselt een beetje. Rosanne geeft aan dat thuis haar planning beter haalbaar is dan op kantoor. Oh, oké. Okay. Mijn aanname is dat dat komt doordat ze minder gestoord wordt. Maar dat zouden we nog even aan haar kunnen vragen. Ja. Ja, klopt, zegt ze. Oh, ja, zie. Dat klopt inderdaad. En van diegenen die zeggen van ik haal mijn planning niet, zijn daar nog wat bijzonderheden over te melden wellicht? Nee, zie ik geen aanvullende berichten op. Nee, oké. Okay. Er is natuurlijk, we geven time management trainingen bij IPV en daar zitten natuurlijk bendes tips in. Maar een van de tips wat heel veel deelnemers vaak een eye-opener vinden is maak een haalbare planning. Ik hoor echt terug van mensen die hebben takenlijsten, ofwel digitaal ofwel op een bloknoot. Het ene is echt niet per se beter dan het ander. En iedere dag halen ze die hele takenlijst weer tevoorschijn. En de uitdaging die ik je zou kunnen meegeven is kies uit die grote takenlijst 3 dingen die per se vandaag af moeten. Haalbare dingen, hè? Ik denk dat als je je website helemaal wil herschrijven, dat net niet helemaal gaat lukken op 1 dag. Maar 3 dingen die vandaag moeten, 3 dingen die vandaag mogen en een kort bel- of maillijstje. Dat zorgt ervoor dat je niet helemaal ontmoedigd wordt als je die enorme lijst ziet. B, het zorgt voor focus. En er is ook onderzoek naar gedaan dat in ons werkgeheugen dat je maximaal 7 dingen kunt onthouden. Dus als je 6 dingen op je lijstje hebt staan, is de kans ook vrij groot dat je dit daadwerkelijk gaat doen. En alles wat je te binnen schiet aan dingen, dat schrijf je even op. Nog een tip die daarbij hoort, die dingen die vandaag moeten, als je met een van die projectjes of taken bezig bent, zorg dan dat er ook geen afleiding op je bureau aanwezig is. Dat kan je ook heel erg helpen. Nou, ik ben weer even benieuwd. Zet even in de chat. Is dit iets wat voor jou haalbaar zou zijn of niet? In de trainingen zelf wordt hier altijd even over gediscussieerd. Het is altijd super interessant om te horen hoe mensen dit beleven. Dus mijn vraag is dit haalbaar voor jou? Ja of nee? En wat zijn je kanttekeningen daarbij? En zet het even in de chat. Marcel, wat zie je voorbij komen? Het begint binnen te komen. Ja? Haalbaar, zeker. Goede tips. Dat zijn de reacties. Ja. Mm-hmm. Geen kanttekeningen nog tot zover? Ja, dat Jack geeft aan dat hij in principe al zo werkt. Het scheiden van prioriteiten ook. En dan geeft hij bij aan wat is belangrijk voor wie. Ja, hele goeie inderdaad. Is het een taak die echt van jou is? Of is die van iemand anders die toevallig om wat voor reden dan ook bij jou terecht is gekomen? De beruchte aap op de schouder, hè? Ja. Ja. Robert die geeft nog aan dat het best lastig is om die afleidingen allemaal weg te halen.
Zeker als er een klant contact zoekt. Ja, wat doe je dan? Laat je dan de klant en in Robert's geval je commercie wat los? Of ga je dan toch die geplande taak afhandelen? Ja, een hele herkenbare vraag ook. Eentje die ik ook heel vaak terug hoor in de trainingen. Ja, wat heeft dan prioriteit? Dat is eigenlijk iets wat je, denk ik, als team ook zou kunnen bespreken. En wat vinden wij haalbaar? Ik was een poosje geleden, had ik een gesprek met een klant. En die zei, nou, wij hebben als uiterste stelregel, altijd als een klant belt, nemen wij op. En dat is op zich natuurlijk commercieel gezien een super goede regel. Maar de kanttekening die ik als time management trainer eraan bij zou geven is, krijgt die klant dan de aandacht die hij op dat moment verdient? Met andere woorden, als jij net met iets voor een andere klant bezig bent en klant B belt en jij schakelt om, dat kost A heel veel energie, hè, dat omschakelen, dat is de ene kant. En de andere kant is, krijgt dan die ene klant wel gelijk de aandacht? Dus soms kan het ook helemaal niet zo gek zijn om die regel te laten varen. Tegen klant B te zeggen, ik bel je over een half uur terug. Af te maken met waar je mee bezig bent. En dan op je gemak even terugbellen. Dan heb je ook echte aandacht. Want time management gaat natuurlijk helemaal niet meer om zoveel mogelijk taken doen in zo min mogelijk tijd. Waar het ooit voor ontstaan is. Maar het gaat ook vooral over het managen van je aandacht. En ik denk dat je klantgerichter bent als je met echte aandacht die ene klant te woord staat. Kun je daar iets mee? Ik wil even van jou vragen, Marcel. Heb je nog meer opmerkingen gekregen in de chat? Nee, dit zijn ze. Ja, dit zijn ze. Oké. Dus klantvriendelijkheid is soms ook het managen van je aandacht. En dat is soms een verrassende wending die we soms krijgen. Uitstelgedrag. Nou, wie heeft er geen last van? Dat zijn er maar weinig als ik terughoor in de trainingen. Boeken vol zijn er geschreven. Uitstelgedrag kan een heleboel oorzaken hebben. En een van de meest gehoorde oorzaken is dat de taak die je op je takenlijst hebt staan, eigenlijk geen taak, maar een heel project is. Ik noemde net al bijvoorbeeld die teksten voor de website. Dat is een mega project eigenlijk. En dat staat heel vaak met mensen op een takenlijst. Hak je zo'n grote taak nou in stukjes, dan zul je merken dat je veel eerder dingen voor elkaar krijgt. En dat het uitstellen aanmerkelijk zal verminderen. Dus grote taken ophakken in mini-taken. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld een offerte of een projectplan schrijven. Dat zijn ook taken die ik vaak op takenlijstjes zie staan. Kijk of je er kleinere taken van kunt maken. Want uitstelgedrag tackle je ook door een succeservaring te hebben. Dus als je iets afgemaakt hebt, is dat eigenlijk een soort van succeservaring. En dat motiveert je om sneller met iets nieuws weer te beginnen. Dus dat is misschien een tip die ik je ook mee kan geven. Nou, jezelf belonen. Bij mij werkt het echt meer dan perfect met veel drop en chocola. Maar je kan ook zeggen, nou, ik maak nog even dit af. En als ik dit af heb, ga ik even lunchen. Een oorzaak van uitstelgedrag is ook heel vaak je einddoel niet scherp hebben. Dus je weet eigenlijk helemaal niet, iemand vraagt iets aan jou en je weet eigenlijk helemaal niet precies hoe dat eruit moet zien. Ik kom dit heel vaak tegen. Als voorbeeldje zal ik eens even denken. Voorbeeldje is bijvoorbeeld op een secretariaat. Iemand waar jij voor werkt loopt langs en die zegt tegen mij, kun jij even een lijstje maken met cijfers van die en die periode? Nou, diegene zegt oké. De opdrachtgever loopt weg. Je wil aan die cijfers beginnen en je denkt, oké, cijfers. Wou die een PowerPoint? Wou die een Excel-lijstje? Moet die een presentatie hebben? Wat moet ik eigenlijk precies gaan doen? En doordat je het einddoel niet helemaal scherp hebt, ga je ook heel snel dingen uitstellen. Mijn vraag aan jullie is, ik zou haast durven vragen, wie herkent het uitstelgedrag en waar aan deze tips, waar kan je wat mee met deze tips? Zou je dat eens in de chat weer willen zetten?
Marcel, zie je al wat voorbij komen? Ja, ze beginnen binnen te komen. Jack geeft aan dat hij soms dingen bewust, dat hij daarop wacht. Omdat dan dingen zich vanzelf oplossen. Hele goede strategie. Ja. Ja. Opknippen van taken wordt aangegeven. En inderdaad, kleinere taken maken wordt bevestigd. Namelijk bij taken die erg saai werk zijn en veel tijd kosten. Oh ja. Dus. Ja, herkenbaar. Ja. Dat zijn jou ook, Marcel? Ja, daar heb ik wel last van. Ja, zeker als het saai is, inderdaad. Ja. Ik zeg heel vaak in de training inderdaad, probeer een manier te vinden om het toch leuk te maken. Zet eens een, doe een muziekje op je oren of weet je, zoiets. Ja. Soms heel, heel klein, maar kan dat wel weer een tip zijn. Ja. Kleinere taken is wel een beetje de rode draad door de reacties. Oh ja. Dat is wel iets wat werkt. Ja. Nou, was ik eigenlijk bij de vier al aangekomen, naar je energie luisteren. Een heel groot onderdeel, vind ik, van time management is energiemanagement. Hoe vaak zeg je je niet tot iets als je energie eigenlijk al op is? En dat heeft soms ook te maken met dat uitstelgedrag. Hey, je moet een grote klus doen. En de hele dag gebeurt er van alles waardoor je niet aan die grote klus toekomt. Dan is het 4 uur. Je bent eigenlijk al moe. En dan ga je toch nog aan die klus beginnen. 10 tegen 1. Oh, 10 tegen 1. Dat je hem niet afkrijgt. En dat is een beetje jammer. Dus voor thuiswerkers zou ik zeggen van... kijk eens of je ook naar je eigen energiehuishouding kunt luisteren. En dan denk ik aan een vast ritme. Het fijne van thuiswerken kan zijn, maar het werkt dus niet overal, maar kan zijn dat je beter naar je biologische klok kunt luisteren. Sommige mensen moeten inderdaad heel vroeg op om te reizen. Maar er zijn ook mensen bij, en dat zijn de plenty, die zijn bijvoorbeeld avondmensen. Misschien is het voor jou wel haalbaar als je zegt, nou, dan start ik op de ochtend wat later met werken en dan pak ik 's avonds nog 1 of 2 uurtjes mee. Nogmaals, als dat haalbaar is voor je werk of opdracht geven. Plan ook echt pauzes in. En in die pauzes doe je even bewegen, je schouders losdraaien. Klinkt een beetje bazaal, maar niet iedereen heeft zo'n fijne bureaustoel als dat hij op het werk heeft. Dus zorg voor jezelf ook hierin. Nou, ik vind zelf een enorm voordeel van thuiswerken dat je even zo'n powernapje kunt doen. Ik bedoel, dat ga je ook niet te midden in je kantoortuin doen of te midden van je collega's. Maar dat kan als je thuiswerkt dus wel even. En een powernap, en ook dat is wetenschappelijk bewezen, van maximaal 20 minuten, zorgt ervoor dat je concentratie enorm weer toeneemt. Dus een powernapje voor een concentratieklus zou misschien een tip kunnen zijn. Maar die pauzes, dat is wel een hele erg belangrijke. Mijn vraag aan jullie is, hoe zit dat met jullie energie? Let je erop? Doe je er iets mee? Wat werkt voor jou wel? Wat werkt voor jou niet? Zet het maar eens in de chat. Marcel, zie jij al wat binnenkomen? De eerste is er. Ik wacht nog heel even met wat reacties. Mm-hmm. Ja, nu komen ze. Ja, de neiging is om langer door te gaan. Ja. Robert geeft aan, vooral bewegen en weglopen van je werkplek helpt. Ja. Makkelijke pauzes opnemen. Ja, even naar buiten gaan. Even een wandelingetje in de buitenlucht. Zie ik er in terug. Ja. Ja, een hele fijne is dat, hè? Ja. Sowieso ook als je op je werk zit. Het is niet altijd en bij iedereen haalbaar. Maar ja. Het verbetert de productiviteit aanmerkelijk. En het zorgt
Het zorgt vooral dat je voorkomt die ellendige after lunch dip. Ja, Jack neemt er ook zijn hond bij. Dus ja, perfect. Ja. 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 Volgens mij zijn een heleboel honden veel beter af in deze periode. Of misschien moeten de honden ons wel helemaal zat. Ja, dat is wel een leuke van Peter. Die zegt, als ik aan het bellen ben, dan ga ik ook rondlopen. Ja, slim. Ja, ja, goede tip inderdaad. Ja. Ja, dat waren zo'n beetje de tips. Ja. Oké. Okay. De valkuil waar je in kunt stappen, is dat je alleen nog maar dingen van je takenlijstje aan het doen bent. Maar thuiswerken leent zich ook heel goed voor om eens even wat zakelijke contacten te onderhouden. De afgelopen dagen heb ik wat intakes gevoerd voor trainingen. En daar kwam ook naar voren dat het bij een aantal bedrijven echt aanmerkelijk rustiger is. En dat je dus tijd hebt voor andere dingen. Nou, dit zijn echt van die tussendoor klusjes. Maar ook, je kan er ook iets meer werk van maken. Waar deze tijd zich heel erg goed voor leent. Bel zomaar eens even een klant om te horen, hoe is het met jou in deze tijd? Kan ik wat voor je doen? Heb je ergens last van? Gewoon zonder eigen belang, gewoon even een praatje. Zelf merk ik dat het heel erg fijn is. Je hebt zelf geen druk van, oh, ik moet iets, dus ik moet iemand bellen. Maar gewoon even horen hoe het gaat. Kaartjes doen het heel goed. Ik heb de afgelopen 7 weken aardig wat kaartjes gehad, ook van zakelijke relaties. Vond ik heel erg leuk. Dus ben ik zelf ook in gaan voeren. Dus eigenlijk een moeite van niks, maar iets met leuk effect. En kijk ook eens bijvoorbeeld naar je LinkedIn-connecties. Zijn er nog mensen waarvan je denkt, oh, die heb ik al een tijd niet gesproken? En natuurlijk kun je dit ook doen om acquisitie te plegen. Misschien niet voor nu, maar voor later. Maar het is ook echt bedoeld om gewoon aan je relatie onderhoud te werken. Wie neemt hier ook altijd tijd voor? Zou je dat eens in de chat willen zetten? Doe je daar al iets mee? Of zeg je van, daar heb ik juist nu geen tijd voor. Dat kan ook nog, hè? Zou jij eens willen kijken, Marcel, wat er in de chat verschijnt? Mm-hmm. Ik kan me wel voorstellen, net als ik zelf, dat als je een commerciële rol hebt, dat eigenlijk misschien wel je hoofdprioriteit is op dit moment. Ja, dat kan. Hangt soms ook een beetje af inderdaad, hè, met de rollen die je hebt. Ja. Nou, vertel Marcel. Nou, niet meer dan gebruikelijk die aandacht. Nicole geeft aan dat het juist drukker is dan ooit. Dus dat daar geen tijd voor is. Ja, geen prioriteit, hè, moet jij dan zeggen. Ja. Ja, wat begrijpelijk. Ja, op structurele manier. Dus ook ingepland inderdaad, zodat er tijd wordt vrijgemaakt. Ja, heel goed. Ja. Robert werkt eigenlijk altijd al vanuit huis, dus het is eigenlijk zoals hij het altijd al doet. Ja, precies. Er is niet zo heel veel voor veranderd uiteindelijk. Nee, dank jullie wel. Communiceer. Nou, daar valt heel veel over te zeggen. Mijn echtgenoot die op een bank werkt, die zal hierbij zeggen van, ik communiceer me helemaal wezenloos ondertussen. Je kunt ook een overkill aan overleggen en dergelijke hebben. Ik zie een aantal dingen zie ik terugkomen. Er wordt veel gebeld. Er wordt heel veel gebeld. Wie ervaart dat hij daar ook moe van wordt? Zet het maar even in de chat. En de reden waarom ik ook zeg, want dat is natuurlijk een beetje een suggestieve opmerking, is dat ik het zelf ervaar. Maar ik heb er ook aardig wat artikelen de laatste tijd over gelezen. Dus ik ben heel benieuwd of dat iets is wat bij jullie ook leeft. Marcel, kun jij er iets van? Ja, de eerste reactie is van geen last van. Tweede reactie is beeldbel is prima, ik vind het wel fijn. Mm-hmm. Mm-hmm. Prima oplossing voor thuiswerken. Zeker indien het niet langer dan een uur duurt. Ja. Dus de factor tijd wordt ook wel wordt daarbij natuurlijk belangrijk inderdaad. Ja. Han geeft aan dat het wel vermoeiender is. Dat het meer concentratie vraagt.
Ja, herken ik zelf inderdaad ook wel, ja. En dan voornamelijk als je de organisator bent of als je een deelnemer bent, Martine? Allebei wel. Als ik deelnemer ben, ligt de afleiding soms ook best wel op de loer. En ben ik organisator, dan merk je dat je heel veel tegelijk moet organiseren. Je hebt en je verhaal, je hebt mensen waar je de training aan geeft, hè, als trainer zijnde. Je hebt de techniek waar je iets mee moet. En ondertussen wil je ook nog een beetje bijhouden wat mensen teruggeven. Dus dat is ook vermoeiend. Maar ik vind het wel een ontzettend fijn alternatief. Gaan we dat, als we dat veel doen, gewoon leren? Dat net als face-to-face communicatie een soort zintuig van ons gaat worden? Ik denk het wel. Wat ik denk is dat dit beeldbellen zeker een blijvertje is. En wat ik merk in de gesprekken is dat er, en dat het kan een voor- en een nadeel zijn, de franje een beetje van de gesprekken afgaat. Waar je normaal met een kopje koffie tegenover elkaar zit, even een beetje praatje pot doet en dan tot de kern komt, merk ik dat je dat online veel eerder doet. Herkennen jullie dat ook? Zou je dat ook eens in de chat willen zetten? Dus het gaat sneller in jouw beleving. Ja, meer to the point. Ja. Herken ik zeker, is de eerste reactie. Ja, dus ook dat to the point inderdaad wat meer. Ja. Wisselend, efficiënter. Merken jullie dat ook met het overleggen en vergaderingen? Want daar hoor ik ook weer wisselende geluiden over. Dus ik heb al iets onderzoek naar gedaan. En dat onderzoek is bij mij vaak heel even een rondje bellen van hoe ervaren mensen dit nou allemaal? En ik hoor bij vergaderingen dat het juist minder to the point is als het beeldbellen is. Omdat mensen later binnenkomen in die vergadering. Omdat, er zijn soms wat technische gedoetjes. Mensen zijn niet altijd bij de les. Dat soort dingen. Herkennen jullie dat onderdeel van het online vergaderen en het online overleggen? Robert geeft aan dat hij met collega's is het wel prima om gewoon wat korter en meteen door. Maar dat de commerciële gesprekken wel wat minder is daarin. Dat jammer is. Ja. Ja. Dat dat even levelen, zeg maar, dat dat er soms een beetje bij inschiet tijdens het commercieel gesprek. Ja. Tip van Peter, denk ik ook, een goede voorbereiding. Ja, zonder meer. Ja. Dat is ook de tip die ik vaak sowieso bij vergadertrainingen meegeef. Maar bij online luistert het nog nauwer dat ook iedereen even weet wat de agenda is. De rondvraag bij een online vergadering, omdat de aandachtspannen korter is, hè, online, kan het ook een tip zijn om de rondvraag, à la hoe zit je erbij en waar loop je tegenaan, om die aan het begin van de vergadering te doen. Omdat je als, met name als collega's, maar ik zie ook wel in zo'n bouwteamvergadering bijvoorbeeld, hè, waar een deel online is en een deel offline, is het ook juist heel belangrijk om te weten hoe iedereen er een beetje bij zit. Dus als je dat naar het begin haalt, heb je ook je virtuele praatje pot even gehad. En schakel je makkelijker over naar de kern van de zaak. Dus dat kan misschien nog een tip zijn. Wat ik bij veel bedrijven inmiddels merk, en ik weet dat bij IPV dat ook zo gaat, is dat je 's ochtends even allemaal intuned. Even beeldbellen van hoe zitten we erbij, wat hebben we vandaag te doen, waar lopen we tegenaan, dat soort dingen. Zijn er mensen die dat hier ook doen met collega's? Zet het maar even in de chat. Ja. Lisa wel, Jan niet. Vaste tijden. Oh, slim, ja. Zegt Peter. Ja. Check ook, vaste tijden in de week. Ja. Dus ik hoor vaste tijden terugkomen en ook wel... wat zeg je? Zijn het dan time management principes of zijn het project management principes? Ik denk allebei wel een beetje. Ja, hè? Ja, het loopt toch heel vaak in elkaar over. Dat merk je toch heel vaak.
Het even inchecken kan ook een hele fijne zijn. Ook als je bijvoorbeeld gedetacheerd was bij een opdrachtgever, of het misschien nog wel bent, dat je niet alleen bij je eigen collega's ook even incheckt, maar ook die bijvoorbeeld even bij je opdrachtgever op vaste momenten. Oh, klikt het nou weer? Ik zit af en toe een beetje... Op je rechts gebruiken. Ja, precies. Ik loop altijd zo weg met de Apple, maar met die muis die je luistert wel heel goed naar me. Nou, er is tenminste nog iemand die dat doet, dus dat is ook fijn. Leiding geven op afstand. Wie heeft daarmee te maken? Daar ben ik even heel benieuwd naar. Wie loopt daar tegenaan? Waar loop je dan tegenaan? Of gaat het juist prima? Meld het even in de chat. Moeten ze iets langer over nadenken. Ja, dat snap ik. Dat snap ik. En niet iedereen heeft er misschien mee van doen. Misschien kan je ook iets zeggen over hoe je het ervaart van je leidinggevende. Geen issues, wordt gezegd. Mm-hmm. Peter was dat al gewend op deze manier, omdat hij natuurlijk al veel vanuit huis ook werkte. Ja. Ja. Echt menselijk contact, oogcontact wordt wel gemist daarin, zegt Jack. Ja, in het vorige webinar kwam letterlijk de hand op de schouder even voorbij. Ja. Van, ja, herkenbaar wel. Peter is het daarmee eens. Ja, snap ik op zich. Die snap ik wel inderdaad. Ja. Ja, en online, je kunt elkaar best goed zien, maar echt in de ogen kijken toch ook wat minder. Hè? Zeker als je met een groep zit. Een tip die ik nog kan meegeven is zorg ook dat je mensen individueel even spreekt. Dus even individueel met iemand of beeldbellen of gewoon even bellen. Dus echt vragen hoe het gaat met die ander. Want wat ik zie is in deze tijd is dat er vooral veel aandacht wordt besteed aan de teams. Hè, en wat moeten we doen en we checken in met z'n allen. En dat de individu soms even vergeten wordt. Dus dat is wat ik wat teruglees in artikelen en zo. Als leidinggevende, en nou ja, dat telt eigenlijk altijd, zorg voor jezelf. Dus als je zelf vastloopt of ergens mee, zorg dan dat je zelf ook een maatje hebt waar je even stoom kunt afblazen. Zie jij nog wat verschijnen in de chats, Marcel? Nee, dat is ook een belangrijke. En nog eentje die ik graag wil meegeven. En die is wel vanuit het werk-privé-balans/time-management-principe. Als leidinggevende heb je ook een voorbeeldfunctie. Ik hoor heel vaak van mensen die in de trainingen zitten, in time-management trainingen, die zeggen van ja, als mijn manager mij iedere keer 's avonds aan het mailen is, dan voel ik me toch een soort verplicht om even te antwoorden. De reactie die ik daarop geef is heel vaak, maak afspraken met elkaar. Want misschien hanteert jouw leidinggevende, verwacht hij helemaal niet antwoord op hetzelfde moment. Maar dat zijn dingen die je even naar elkaar moet uitspreken. En misschien hanteert jouw manager wel op dat moment even variabele werktijden. Omdat hij een kind van het kinderdagverblijf op heeft gehaald of iets dergelijks. Ik noem maar even een zijstraat. En dus zorg dat je achterhaalt. En waarom dit zo is en wat jouw reactie daarop zou moeten zijn. En dat is echt een onderwerp wat je heel makkelijk in een teamoverleg eens even naar voren kan brengen. Dan op een niet oordelende manier uiteraard. Komt weer uit de effectieve communicatie. Maar meer even in de groep gooien van ja, wat doen we eigenlijk? Als je 's avonds nog een mail ontvangt, verwachten we dan gelijk antwoord van elkaar? Of pakken we dat op een andere manier aan? Communiceren ze heel vaak toch echt wel een sleutel daarin. Maar de mensen die daar iets over willen zeggen in de chat misschien? Herkenbaar, niet herkenbaar. Heb je nog tips voor de mensen die hier ook zitten? Zie jij iets voorbij komen, Marcel? Blijft stil. Akelig stil. Ja. Nou, dan gaan we door naar de achtste. En de laatste tip. Je kennis bijspijkeren. Mocht het nou zo zijn, hè, ik vertelde er straks al met die intakegesprekken die ik voor trainingen aan het voeren was, dat het bij een aantal bedrijven heel rustig is, spijker je kennis bij. Natuurlijk met onze trainingen. Hè, we hebben heel veel trainingen omgebouwd naar online trainingen.
Maar er zijn ook, en dat wordt micro-learnings genoemd, TED-talks, YouTube-filmpjes over bepaalde onderwerpen. Misschien heb je nog wel een verzameling blogs in je lezenmapje, in je mail zitten. Podcasts. Ik hoor pas van iemand die altijd 3 kwartier naar huis rijdt en zegt, ik luister altijd ongeveer een podcast van ongeveer 1/2 uur in de auto. Dus dat werkt voor mij beter dan lezen. Podcasts luister je dus, hè? Dus die van omdenken zijn heel erg leuk. Ja, die zijn heel leuk inderdaad. Ja, dat klopt inderdaad. Zelf gebruik ik podcasts om mijn Engels bij te spijkeren. Soms doe ik dat ook tijdens het wandelen van de hond. Voel ik me altijd wel vaag schuldig trouwens, dat ik dan 2 dingen tegelijk aan het doen ben. Maar het werkt wel heel erg goed. Dus ja, dat zou ook een tip kunnen zijn. Dus dat betekent dat je niet altijd een hele training, maar die micro-learnings werkt ook heel goed. Wie doet dat al? Of herkent? Je bent het nu aan het doen uiteraard, maar wie herkent dat? Wie pakt dat ook op deze manier op? Vertel eens, ik ben even benieuwd naar jullie ervaringen. Zie je iets voorbij komen, Marcel? Het woordje soms zie ik voorbij komen. Ja, webinars volgen, boeken lezen, ja. TED Talks wordt ook aangehaald inderdaad. Ja, ja. Ja, herkenbaar. Nou ja, dat zijn dan een soort nuttige, tussen aanhalingstekens, nuttige manieren om soms wat vrijgekomen tijd ook op te vullen. En daar leent deze tijd zich natuurlijk wel voor. Maar dat waren mijn 8 tips om effectief te kunnen thuiswerken. Ik ben benieuwd, kun je er wat mee? En vooral, met welke tip ga je morgen gelijk aan de slag? Zet het in de chat, ik ben heel benieuwd. Snel typen is een cursus die ze gaan volgen. Oh nee, die staat niet. Ja, starten met een haalbare planning. Mm-hmm. Ja. Opdelen van taken wordt aangegeven. Of de presentatie als PDF ontvangen kan worden. Ja, die kunnen we nasturen. We hebben jullie e-mailadressen, dus die kunnen we als PDF nog even nasturen. Gaan we zeker doen. Zeker, ja. Dat waren ze. En je wordt bedankt ook. Ja. Ja, nou, jullie bedankt voor je reacties, tips en het meedoen aan dit webinar. Sorry, Marcel, wat zei je? Ja, er komt nog een vraag binnen van Peter. Wat onze ervaring is met de groepsgrootte van videobellen. Kan ik zelf wel wat over zeggen? Ja, zeg maar. Nou, wat wij wel merken, zeker omdat wij trainingen verzorgen, dat 10 wel een beetje de max is. Zeker als je gaat discussiëren met elkaar. Wat erg fijn werkt voor trainers, is dat we ook gebruik maken van breakout rooms. Dus dan deel je de groep eigenlijk weer op in kleinere groepjes. Waardoor de discussie die ze met elkaar kunnen voeren wat makkelijker is. Ons ervaringscijfer is een beetje 10, denk ik. Dat is mijn ervaring. Ik weet niet, Martine, wat jij daar... Ja, ik deel jouw mening en ervaring ook inderdaad. Dat echt wel een stuk of 10, dat het echt wel het fijnste werkt. Ja. Zijn er nog meer vragen in de chat? Nee, dat was de vraag tot nu toe. Maar wellicht dat mensen nog vragen hebben. Dan kunnen ze nu stellen. En ik zie niet iets binnenkomen. Kunnen we nog even. Oh ja, geen vragen. Dat komt binnen. Ja, goed zo. Oké, nou dan wil ik jullie nogmaals heel hartelijk bedanken dat je bij dit webinar was. Misschien tot een volgende keer in een training of wellicht in een ander webinar. En dan wens ik jullie een hele fijne avond nog. Tot ziens. Fijne avond.
Dank je.